De militaire politie bij de immigratiedienst op de Johan Adolf Pengel luchthaven heeft geen discriminatie of afpersing gepleegd tegen de Indiase reisvlogger Navankoor Chaudhary. Dit bevestigt minister Krishna Kumari Mathura van Defensie. Naar aanleiding van de beschuldigingen heeft het ministerie een grondig onderzoek ingesteld dat heeft aangetoond dat de beweringen van Chaudhary onjuist zijn. Afgelopen week heeft de minister de bevindingen van het onderzoek gedeeld met de pers en de gemeenschap. Uit het onderzoek is gebleken in het specifiek geval dat de beschuldigingen geuit in die video niet op waarheid en niet onderbouwd zijn geworden. De persoon is weg, dus we konden hem niet horen om sommige dingen te staven. Dus dat heeft het onderzoek ook bemoeilijkt. Verder was die persoon ook niet met een retourticket gekomen, kon ook niet aangeven dat hij voldoende middelen van bestaan had. Toen heeft hij een ticket gekocht, een retourticket gekocht bij COPA en uiteindelijk is hij via Guyana weggegaan. Dat is uit het onderzoek naar voren gekomen. Het is niet gebleken dat de militaire politie zich schuldig heeft gemaakt aan enig strafbaar feit en dat ze regels hebben overtreden. Integendeel, men heeft conform de profiling gewerkt en men heeft dus conform die procedure gewerkt. De Indiase reisvlogger heeft op zijn YouTube-kanaal beweerd dat Indiase reizigers worden gediscrimineerd en afgeperst door de Surinaamse militaire politie. Deze beweringen werden in september gepubliceerd en de vlogger was ook kritisch over ons land. Het ministerie van Defensie heeft deze beschuldigingen serieus genomen en de zaak voorgelegd aan de inspecteur-generaal der krijgsmacht voor een grondig onderzoek. Minister Mathura benadrukt het belang van een zorgvuldige aanpak en het onderzoeken van de feiten. Volgens de minister is het schadelijk voor het imago van Suriname om als corrupt land neergezet te worden. Het ministerie streeft naar een klantvriendelijk beleid op de grensposten. Per 1 juli 2022 is het visumbeleid voor veel landen aangepast, waardoor de procedure is versoepeld met een entry fee. Dit was noodzakelijk aangezien ons land in veel landen geen ambassades heeft, wat de visumaanvraag traag maakte. De minister benadrukt dat het belangrijk is om immigranten correct te behandelen, maar ook om te zorgen dat de veiligheid van het land gewaarborgd blijft. Wij hebben ook scherper gekeken, want door profiling kun je generaliseren en kunnen mensen die onterecht in die profiling vallen ook onderworpen worden aan die extra bevraging. Inmiddels hebben we een gesprek gehad met de hele immigratie, de leiding van de bevelhebber, ik, de directie. En we hebben instructies gegeven. Het gaat erom dat we ten alle tijde correct en vriendelijk blijven. Dat we dat ook communiceren met de mensen en dat we toch ook letten op veiligheid. Maar ook het doel van dat we mensen niet extra barrières opleggen. Dus die instructies zijn gegeven. Deze zaak is voor ons dan wordt afgehandeld. We sturen het resultaat van het onderzoek naar de president en naar het OM.